De heidevelden en schijnbaar onbegaanbaar woeste grond rondom mij heen waren een broodwinning voor streupers en lui die niet bij machten waren een eigen plakkenhut te bouwen. Maar het Wietse landschap bood ook andere kansen. Een paar ondernemers uit de stad Grunning die kregen zijn 100 jaar geleden het idee om bij Ubbenau een vliegveld aan te leggen. Dat werden een paviljoen, en boorhangaars bouwt om de vliegtuigen in onder te brengen. Vliegtuigen in Ubbenau, dat was mij wat. Schoolkinderen uit de hele gemeente ondernamen onder leiding van de meester en de juffer een fouttocht naar Ubbenau om dit nieuwe wereldwonder te bekijken. Ze sluimde handjes voor de snoetjes bij het zijn van de nagebouwde vogel. De helpmanijn die we vol trots presenteert. Eigenhandig bouwt in de bejaardfabriek van de schepper in stad. Maar blijkbaar aan de bejaardbouwers vergeten om kriet erbij te leveren, want bij een van de eerste oefenvluchten ging het al mis. Maar Ubbenau verloor niet zijn status als vliegveld. Modelvliegers hebben de plek ontdekt. En het snerpende geluid van die vliegtuigjes werd nou de street aan de gang met mijn klok. Als ze de vergunning kregen, tenminste.